Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij Mario Party 6 met Sander van Gaming is B. Hi, dat ben ik. Hallo, dat ben jij inderdaad. Ja, nee, heel leuk, heel leuk. Dat is lang geleden, denken de kijkers nu. Dat denken ze zeker. Dit zal ik of in 2 afleveringen verdelen, die 20 turns, of in 4. Moet ik even kijken hoe lang de parts worden. En er komen dus geen nieuwe intro's bij de volgende aflevering, zeg maar. Dus dan weten ze dat alvast. Oh, hij loopt vast. Nice. Oh, gelukkig. Bij de wat? Hij liep vast. Ja, je zei beide en toen viel je bij mij ook uit, maar dat... Oh. Ik denk dat je... het lag aan mijn internet. Ik heb ook een gedropte frame spike. Dus ja, break van mijn internet. Dat is niet erg. Weet je, dat lost zichzelf wel op. Nee, ik ook wel. Heb je misschien wel kans om te winnen als dat nog een keer gebeurt? Nee, want bij mij liep die ook vast en dan hoor ik je niet. Niet dat dat uitmaakt om te kunnen winnen, maar dat maakt niet uit. Dat is dat de game vastloopt is wel lastig, dat kan ik niet echt. Zeg maar, winnen. In een blok? In een blok, hij wil al meteen de alhoewel, dat is boe. Waarom ben ik niet boe eigenlijk? Dat is ook wel leuk. Ik ben gewoon hier. Je bent namelijk best wel eng. Ja, dat doe ik vaker. Hé, hey, wacht, hè? Dat hoor ik vaker. Ja. Thanks for shopping. Dat vindt hij leuk, hoor. Dat vindt hij mooi. Ik ben trots op je. Dat vindt hij prachtig, die Koopa. 10! Dan wordt hij vast. Ik dacht dat ik nog wel redelijk gegooid had, maar als ik dit zo zie, dan nee. Dan valt het vies tegen. Ja. Als ik met zulke pro's en de computers mee ga, dan doen we dan... Ja. Versus, 4-player minigame, let's go, ik ga je maken. Trapeze artist, ik heb geen idee wat ik hier moet doen. Oh, je moet gewoon deze ken ik, een ton laten deze kunnen. Weet ik wel, deze zit ook een nieuwe ding. Yeah. Ja, toch vind ik meer mooier ofzo. Nee. Heet niet? Wacht, ik ben Yoshi. Ja, maat, hoe kan ik dan ooit winnen? Wat is het voor een onzin dat ze allebei met jou gaan lopen? Wat is dit nou weer? Dat je zo wil winnen. Ik dacht even dat het enige was, joh. Oh, ik dacht dat je 2 gouden had. Oh, easy win. Als ik, zeg maar, niet rechtsonder zat te kijken, dan had dat wel gekund. Ja. Maar ik zat bij de verkeerde te kijken. Nou, tip, doe niet. Sander, ik heb trouwens... Heb je ooit van Dokapon Kingdom gehoord? Heb je ooit Jordi en mij erover gehoord? Ja. Oké, dat... Het is echt een what the fuck game. Een beetje Mario Party-achtig. Maar het is zo vet om te doen. Is dat niet zo'n Pokémon met allemaal van die... halve furries of zo? Wacht, wat? Oh, oké, nee, gelukkig. Nee, het is een soort Mario Party. Oh, nice. Ik vond Fortune Street ook best wel leuk trouwens, toen we dat deden. Ja. Eigenlijk is Dokapon Kingdom een beetje Mario Party, maar dan in een RPG-stijl, zeg maar. Oh, klinkt wel interessant. Yo, Mikey, dankjewel voor het komen. Hoe is het met jou dan? En Yoshi gaat van start. We zijn zo aan de party met Mario. Mike, even gewoon een vraagje voor tussendoor. Maar heb jij Dolphin op jouw computer? Niet dat we dan nu opeens gaan stoppen, maar meer voor de volgende keer. Goed, met mij... sommige dingen gaan heel goed, sommige dingen gaan iets minder goed. Maar prima, op zich. Sander is in de... Goede avond, Rusty. Welkom. We zijn aan Mario Partying, want weet je, zo moet je gewoon even partying. Hoorde jij wel dat ik tegen je praat en zo, of niet? Wat?
Laat maar, je hoort helemaal niks wat ik met tegen Rusty zei en zo. Tegen Rusty? Ja. Nee, wel tegen Mikey. Ja, Rusty is Mike. Nou, dat weet je wel. Nou, wat helemaal. Ja, nee, ik was aan het kutten, Nee, ja, van of hij ook dingen heeft. Dolphin. Ja, en daarna zei je nog iets tegen mij, maar dat verstond ik oprecht niet. Het is pro-gaming hier, oh, what the frick. Hier, zo win je een spel. 20 coins. Lekker. Oh. Ja, dat wordt nu wel lastig. Ja, Rusty zo erg is het ook weer niet, maar... Sommige dingen zijn gewoon een beetje fucky-tuppy en sommige dingen zijn dan weer heel erg goed. Yeah. Oh, dat heeft hij weer hoor, bitch. Wow. Ja, nee. Ja, joh. Niemand mag Daisy. Nah, dat is niet waar. Nee, Luigi, die valt op Daisy, toch? Of is Munty mag Ken. Daisy ook wel. Oh, ik dacht dat Munty zo'n Peach kind of guy was. Hij was zo van Peaches. Hij is nog meer een Daisy kind of guy. Ah. Kind of gal. Oh. Daisy kan niks. Oh, zielig. Nee, nu heb ik wel met haar te doen. Zo rustig, Sander. Ja, ik ben altijd rustig, joh. Ik ben de rust hemzelf. Je zou jezelf naar Rusty SB moeten noemen. Memory lane, a trip down, zou ik haast bijna zeggen. Ja, misschien moet je ook wel naar beneden. Nee. Oh, deze ken ik, ja. Weet je deze? Ja, ik ken deze. Okay, ik heb voor mijn gevoel ken ik al deze games wel gewoon. Ja, we hebben het natuurlijk ook best wel veel gespeeld. Oké. Oké, kut. Wow, mijn controller. Ja, dit is met controller ziek kut. Huh? Oh. Kabooming! Oké, de tweede keer viel ik doordat ik zelf niet zo heel goed was. Als je maar laat. Nee, deze man heeft Dolphin op zijn PC. Oké, misschien kunnen we een keer met z'n drieën dan Mario Party doen. Hey, wie weet. Ik moet zeggen dat op het einde was ik een klein beetje aan het freestylen, zeg maar. Ik had hem onderhouden tot zeg maar echt drie vakjes voor de dinges. Okay. Maar toen dacht ik gewoon... Doe gewoon wat. Er wordt die vals gespeeld, zag je dat? Ja, ik zag het. Fucking boe, man. Oh, die kan helemaal niet zo heel ver, joh. Ja, dan ga ik hem nog niet gebruiken. Ik moet denk ik heel eventjes ervoor zorgen dat ik jouw chat ook kan openen. Oh, maar eerst even spelen. Ja, je moet wel eventjes spelen. Ik kan jouw chat natuurlijk ook openen. Even kijken hoe je dat ook weer deed. Kan ik niet gewoon een link openen in de toilet of gaat hij dan niet naar jouw streampie? Give me 10 coins, dat is wel veel. Je kon ergens pop-out chat, toch? Instellingen misschien. Oh, nu mag Boek kiezen waar hij gaat staan. Oh, wat? Oh, misschien moet ik dan ook opletten. Waar mag ik als laatst? Ik mag niet eens kiezen, denk ik. Ja, nee. Swapfest? Ja, titel is wel goed. Dat is wel. Sorry, ik ben ondertussen even bezig met jou. Ja, ik ook hoor. Dan niet. Als ik nou gewoon als eerste mocht kiezen, hè? Ja, dan had je die gekozen natuurlijk. Nee, waarschijnlijk had ik dan echt... Ik zat nog te denken, als ik zeg maar kiezen, dan ga ik exact waar ik nu zeg maar zit, dat ik die ging kiezen. Dus dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Je hebt op zich wel niezend gedaan, toch? Of kreeg jij alleen de eerste alleen point? Deze. Alleen deze kreeg points. Het zou ook anders veel te makkelijk worden. Ze wil wel naar die orpen, denk ik.
Paddy doet niet eens mee. Nee, Paddy is ook niet zo'n Mario Party kind of guy. Nee. Oh. Nee, volgens mij niet. Nou, Munty hebben het wel eens meegedaan. En Myra, nee. Ja, maar wel allebei. Toen was het de Superstars op de Switch. Ja, dat klopt. Oké, okay, deze. Deze is leuk. Oké. Okay. I'm ready, I'm ready. Maar ik heb alleen de game nog niet. Nee maar die kun je wel vinden. Nee, maar dat hoeft met netplay ook niet. Oh. Alleen bij Superstars zou dat wel moeten, maar met Mario Party 6 hoeft dat niet. Nee! Ik heb het verneukt. Ging best goed. Als ik die bom niet had gepakt, hè? Oh, dan ging ik zo lekker. Alleen, je moet wel de meest geüpdate versie dan hebben, Rusty. Ja, dat weten we. Nee. Ja, dit was nogal een gedoe, Rusty. Van Dolphin natuurlijk dan. Ja, voordat we begonnen... Oh, duurde 30 coins voor een ster. Wat een afzetterij. Ja, dat is mooi, want dan kan ik Boom niet betalen, toch? Dat is waar. I'm loving it. Parapapapalam. Ja, parapapa, ja. Kan ik niet naar boven? Oh, jawel. Ah! Deze controls zijn echt lijp. Moet je... Hè? Als een Murkrow? Oké, nee, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Eerst een uur kijken en dan... Nee. Ja, maar we willen dat helemaal niet. Sander, weet je wat ik van jou vind? Vermoeiend. Nee, niet vermoeiend. Oh. Nou, vertel het maar. Ik heb het in je chat gezet. Nicing on the caking, vind je? Nicing on the cake, ja. Yeah. Ja, die laatste gaat me nooit... Yo, wat een tief is die laatste gaat me wel lukken. Hell yeah, baby. Fucking veel monies krijg ik nu. Oh joh, ik krijg echt fucking veel. Oh, je hebt gewoon een 69. Ja. Ja, ja. That's it, folks. That's all, folks. Oh ja, ja die bedoel ik. Nu moet je geld betalen. Of word je dan weer Oh ja. Omdat het slaap is, word je genaaid. Heel flauw dit. Minder ziek. Nou, voor jou is het heel ziek. Toch. Weet jij wel niet dat ik win? Ja, oké, maar ik ben al een beetje meelevend, Sanery. Ah, dat vind ik lief, dat vind ik cute. Jij bent zo'n cutie pie. En dat die heb je in de chat gestuurd. Ja. Ja. Ik wil wat anders dan nicing om te kijken. Ja, zeker, Ing. Oh, 3 coins. Dat is mooi. Deze Ing is. Dat vind ik eng. Jij gaat straks wel gewoon eerste worden. Zag hoeveel coins er dan weer in die orb zitten. Ik word er genaaid. Oh, nice, Rusty. Oh, zij kan een ster kopen? Dat vind ik niet leuk. Oh, en dan kan het... Wordt het dan weer de kosten veranderd, of? Dat denk ik niet. Ik denk dat hij de hele nacht 30 coins kost. Okay. Dit is kut. Het is altijd kut als de CPU voorstaat. Oh. Maar... mogelijkheden om op een flipperkast te komen om die Serra te jatten. Oh, kijk. Deze man denkt meteen na. Dat is wel slim. Tactics. Tactiking. Oh, talking. Mario Party 4 vind ik ook leuk. Mario Party 4 is ook wel leuk. Old card out. Old card out, let's go. Die ken ik niet, denk ik. Of ja, misschien als ik hem zie. Oh, ja, die ken ik wel. Tuurlijk. Oh, ik weet niet wat X is. Dat wordt lastig dan. Oké. Okay. Ik heb een idee wat X is. Kut, nee!
verkeerde knapje in. Kiboom. Oh, dan mag ik de volgende keer niet meedoen? Ja, dat is kut. Ik zie hem oprecht niet. Puntje op z'n hoofd. Ah, oh, cool. Ah. Nu weet ik nog steeds niet wat X is. Hij speelt vals. Ja, dat kan me niks geven. Oh. Oh ja, het was maar twee keer. Lekker, lekker bezig, Milan. Lekker bezig. Dankjewel. Dat is aardig van jou, Sandring. Ja, soms. Voor de mensen die dit op YouTube kijken, we zijn live. Misschien had ik de chat eventjes in de ding moeten zetten. De lading. Steeds wel doen. Kan nog. Ja. Passes. Ja, ga ik kut doen. Hoeveel heb jij? Yo, Munty, we hadden het net over jou. Dat is één. Sorry, Milan. Oh, nee, hou hard erbij toch. Ik moet kut zijn, want ik wil winnen. Ik wist niet... Oh, dan heb je nog steeds genoeg. Bro. Ja, we zeiden dat we ook wel eens Mario Party met jou hadden gespeeld. Dat zeiden we in de... Kan ik die Tworm verleiden? Of moet ik dan... per se naar boven? Hoewel, dat is nog gunstig. Wat creepy, hè? Inderdaad, Munty. Weet je wat ik van jou vind, Munty? Moment. Nicing on the cake. Oké, okay. Ik had wel moeten doen misschien. Ja, ik weet niet. Dice block wil al slowly. Wat had je daar neergezet? Een fireball. Pep. Ah, kut, ik wil één gooien. Nou, dat is ook niet zo erg. Maar met één had je alsnog... Weet je, ja, alsnog geraakt. Dat weet ik, alleen ik wil weer dat het dag wordt. Zodat ik maar 20 coins hoef te kopen voor een ster. Te betalen voor een ster. Ja, ik heb wel meer leuke dinkies, Munty. Nice, dankjewel voor de 16 maanden, Munty, met de Prime Suppy. Hé, hey, waarom krijg ik daar geen... melding van. Ik word hier Wordt Munty gescamd? Of word jij? Ja. Ik ga zo eventjes naar je melding zoeken, Munty. Want je krijgt gewoon die melding straks. Kun je hier rollen met dingen, toch? Gewoon. Ja. Wacht, waarom ben ik dit aan het doen? Oh, het is 3 tegen 1. Wacht, hoe had ik die... Hoe, als jullie met z'n drieën spelen, hoe kan ik dat ontwijken? Weet ik het. Ik kan me deze ook niet herinneren, deze game. Ik wel. Oh. Maar... Hoe gaat het met Milan en Sander? Met mij gaan sommige dingen goed, sommige dingen minder goed. Het leven is oké. Is dat een decent antwoord genoeg? Zolang je nog maar zegt dat het leven oké is, is het goed. Wat? Ik kreeg een degle dik. Nu pas. Ja. Of had je hem gerereld? Nee, ik had hem nog niet eens gerereld. Even kijken. Ja, dan kom ik net op die blauwe. Ja, dan vind ik dat goed. Coinings! Dit is inderdaad Coinings ben. Zo, ik ben weer. Dan ga ik zo meteen weer verder knutselen. Ga jij iets lekker verder knutselen? Oh, zie je, daarom had ik één moeten gooien. Ja, maar dan had je nu nog een keer één moeten gooien, ja. Ja, dat is waar. De kans is 1 op 10, want die ene had je basically kunnen predicten, dus. Mm-hmm. Je koopt er maar één? Snap ik wel. Dat is de stelen. Ik ben verschrikkelijk woedend. Zwieber niet stelen. Oh, nee.
Maar hij koopt de ster gewoon niet, Milan. Hij is niet aan het stelen. Wat gaat hij doen, hè? Wat gaat hij doen? Dat is spannend. Dat is een duel. Ik dacht dat het een wraak tegen was. Ik weet het wel. Ja, ik wou net zeggen. Oh ja, dan moet je je eigen ster natuurlijk inzetten. Omdat je ik nog... heb ook nog nieuwe sounds, Munty. Het is niet te geloven. Kan ik die ook revealen? Wacht eventjes. Ass Road Rage. Wacht eventjes. Waar moet ik dan zo heen? Oh, what the fuck? Heb je die? Oh, je bent geweldig, Mr. Milaning. Dit is niet normaal meer. Wacht, nu start ik, alleen nu weet ik de regels alleen niet hoe dit werkt. Je moet jij bent gepracticed. Nou, ik kan rechts en links doet hij bij mij niet. Dat is wel een probleem, want mochten we die een keer voor een game nodig hebben, dan is dat wel een ding. Oh. Nee, ik heb weer op Z gedrukt waarschijnlijk. Nou, hopen dat we die niet nodig hebben voor een minigame. Not sure though. Hoe deed je dan de vorige keer, of was ik dat dan steeds? Ja, dat zal dan wel. Ja, ja. Ja, kut. Nu ben ik ster kwijt, omdat de knopjes niet werken. Oh, moest je niet gewoon met de pijltjes? Moest je met L en R? Waarschijnlijk ja, want de knopjes werken niet. Wat kut. Ja, dat is wel kut, ja. Nou ja, hopen dat het straks niet nodig is. Daar gaan we, ster. Dat was ook nog eens heel belangrijk. Nee. Ja. Boeien, we doen mee voor de fun. Misschien het volgende potje. That's the spirit. Altijd die positiviteit. Dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Oeh, we gaan tegen elkaar. Ik moest een vraag of ik... Net wat gamepjes gekocht in de Steam Summer Sale. Want het valt wel echt tegen. Maar Golf With Your Friends was 5 euro. Dus die heb ik maar even gepakt. Ah, nice. Ja, die hebben wij ook nog wel een keer gedaan met Simon. Oh, Clean Team. Deze is leuk. Deze is goed. Ken je deze nog? Ja, dat is kennelijk. Moet schoonmaken. Moet schoonmaken. Dat vindt hij mooi hoor, dat vindt hij mooi. Jij vindt hij in het echt helemaal niet zo mooi, maar... In deze game, prachtig. Oké, ik moet wipen. Oh, nee, ik moet... Nee, laat me niet dansen. Jij wil gewoon dat Mian wint, hè? Ja, dat vind ik flauw. Dat vind ik flauw. Daisy, wat ga je nou doen? Dat is kut gemaakt. Kom op. Oh, ik word nu al geïrriteerd door die Daisy guy. Ja. Kom op, doe iets. Ja, ik kan even niet dansen, Rusty. Het spijt me. Je krijgt hem te goed. Ah, hij doet de Mirror B. Ja, hij deed de Mirror B dance pauze. Ik ben trots op je, Rusty. Maar ik kon eventjes niet dancing. Dancing with the stars. Of with the Rusty. Of with the Ludicolos. Dat kan ook wel. Als ik nou gewoon... Ja, nee, dan had zij het alsnog al opgefuckt, denk ik. Ja, ik ben fucked. Ik ga even nu dansen hoor, want dan krijg je het te goed. Wat had je dan verwacht? Pompoensap? Ja, San, wat had je dan verwacht? Pompoensap? Nee. Pompoensap. Wat is dat? Kost 20? Net nu ik... net nu ik kost die wel 20, hè? Wel, het is flauw. Hou je op. Ik hou die ster misschien zelfs ook nog over ook. Ah, sorry. Ik moet niet te hard, want straks ga ik weer huilen als ik, een minigamepje win. Dus, verlies bedoel ik. Dus ik moet niet te hard. Wil jou zien de Donkey Konky Space? Donkey Konky, die wil ik op zich wel. Oh. Wat? Dat had ik niet te hard moeten zeggen. Al wel op zich. Juist ik, wel. Ik kan misschien wel een ster winnen. DK minigame? Banana's. Oh ja, dit is gewoon... Oké, maar dan moet ik wel tegen hem. Oeh! 3. Deze is zeer interessant. Oké, nu moet ik wel even mijn best doen. Maar dit is wel in mijn eentje, hè? Nee, wij doen ook mee.
Ah, dat is power. Peer factor. Oh! Oké, okay, hier moeten we gewoon eentje kiezen. Oké, okay, ik weet niet, gewoon met de pijltjes? Ja, je moet gewoon een ton kiezen zo meteen. Oh, oké. Okay. Dit is heel moeilijk. Nee, nee, nee. Nou, die wou ik. Ja, dat snap ik. Ja, daarom wou ik die ook. Ja, dat snap ik. Ik ook. Oh, je wordt ook gebounced. En shit. Ja, dat wist ik dan weer net niet. Ik heb dat de slechtste gekozen die ik kon kiezen. Ik heb ook niet zo heel best gekozen. Nou, je krijgt gewoon, hoeveel is dat? 27 coins. Precies, maar 27. Maat, Boek krijgt er 36. Dat is wel meer. Maar alsnog ben ik wel tevreden hoor. Ik bedoel, het ik had hoop erg. Gewoon heel erg dat ik zometeen de R en L knop niet nodig heb. Kun je dat niet in de controllers nog aanpakken? Nee, dan moet je zeker weer heel... Ik kan me bijna niet voorstellen dat het kan. Ja, ik kan gewoon... Oh, wacht, ik ben aan de beurt. Oeps. Laat ik maar eerst gaan spelen. Dat mag. Wordt op zich wel gewaardeerd. To be honest. Wat vond je trouwens van de Nintendo Direct? Ik heb hier helemaal niet over gehoord en heb er geen video van gezien. Klopt, ik heb hem ook later pas gekeken, want mijn leven is nogal druk at the moment. Een van de betere directs in een hele lange tijd. Ik heb heel erg zin in Wonder en in Mario RPG wil ik eigenlijk ook wel spelen. Ik ben hyped voor Mario RPG. En Wonder, ik weet nog niet hoe ik me daarover voel. Weet niet, de artstijl staat me niet aan tot nu toe. Voor de rest, heel erg salty dat we geen later nieuws gekregen hadden. Ja, dat vind ik ook wel salty, ja. En voor de rest was ook niet heel veel bijzonders, toch? Wacht, ik ga... Oh, deze zit ook in de nieuwe Mario Party. Ik ga heel even kijken. Ja, ja hij doet het! Zie! Yo, oh, had je dat nog maar twee minigames eerder uitgevonden? Of drie? Echt, hoor. Beetje jammer dit. Maar ja, weet je, we moeten Sanders liever een kans geven in het leven. Liever laat dan nooit. Nou ja, maar dat was tegen Daisy, hè. Dus dat had je niet hoeven te verliezen. Eigenlijk. Maar wel lief. Hé, hoezo pakt hij hem niet aan? Het shy guy. Nee, ik hou wel van hem. Ik niet, ik vind hem een loser girl. Nou, kijk, ik heb zo'n liefdesletter voor... Ah, nee, heb ik niet. Ik wou je nog saboteren, maar het hoeft er niet. Ik ben heel erg hyped voor Mario RPG en Wonder en de nieuwe Princess Peach game, maar echt goede direct met Pokémon DLC en Detective Pikachu. Ja, Detective Pikachu heb ik zelf nog niet zoveel mee. Pokémon DLC is leuk, maar ik ben op zich niet zo heel erg hyped ervoor of zo. Misschien komt het wel op het moment dat die uitkomt hoor, maar ik heb daar nog niet echt een gevoel bij van, nou, daar heb ik zin in. Ja, nou ja, dat kan. Het kan dus zo meteen zijn dat jij misschien wel 5 sterren kan kopen, hè? Ik weet niet of dat overdag... Dat je in één keer... Ja, nou, in ieder geval in de nacht in ieder geval wel. Of dat overdag ook zo is, dat weet ik niet. Ik kan wel eventueel wat kopen misschien. Ik heb wel wat geld. Hell yeah. Die vind ik leuk. Mario Kart DLC vond ik leuk. Alleen, je zag alleen maar één baan. Wel heel veel... characters erbij gekomen. Dat vind ik altijd een pluspunt. Ik hoop dat Funky Kong en Lakitu nog speelbaar worden. Ja, zie je? I mean... Ja, natuurlijk. Maar waarom niet, baby? Waarom niet? Here you go. Maar dit kunnen jullie dus ook straks. Dus het lijkt nu heel erg oké. Ja, maar... heel veel coins, hè. Ik niet. Ja, maar straks als hij in de nacht 5 coins is of zo. Of 10. Ja, dat zou mooi zijn, ja. Dan kan je het wel.
Oké. Oh, dat is op zich wel gunstig dat ik voor Boos. Oh, alhoewel Boos mag dan nog. Ik hoop dat ik dan die Electric Guy Boogaloo kan voor hem kan plaatsen. Moet niet veel gooien. Oké. Kabooming. Kabooming. See! Kabooming. Nee, dit is eigenlijk helemaal niet goed voor mij. Ah, boeien. Kabooming. Lekker bezig, man. Lekker bezig. Ik denk in Wave 6 dat Diddy en Funky Kong komen. Of Pauline in ieder geval. 2 van de 3. Oké. Tegelijk met een Donkey Kong Country nieuwe game aankondiging, of dat niet? Dan je is, weet hoe, yeah. hoe zero fucks Nintendo geeft op Donkey Kong. Yeah. Like, toen Donkey Kong 40 werd, niks gebeurd. Toen Mario 35 was, yeah, Mario 35 jaar, baby, let's go. Ja, Mario is natuurlijk ook wel veel groter, zeg maar. Oeh, Snow World. I know, maar ze hebben echt helemaal niks gedaan terwijl Donkey Kong ouder werd. Oh, oké, ja. Oh, dan moet ik... Ah, kut, ik weet niet welke X is en welke Y. Nou ja, we zien het wel. Even kijken, het moet A, B, X... Oh, dit is kut op de controller die niet hetzelfde is als een GameCube controller. Dat geloof ik direct. Nintendo direct? Oh, als je zo'n line hebt, dan zitten wij zo naast elkaar. Ik heb de wereldrecord van deze gezien, hè. Echt? Ja, echt niet normaal. Kut, sorry. Ik verneukte het echt op het eind, omdat ik te snel wil. Nee, dit is heel moeilijk te doen met de controller waar de knopjes niet hetzelfde van zijn. Ja, dat geloof ik direct. Ik moet zeg maar van naar beneden, naar rechts, naar links, naar boven. Ja. Ach, dan heeft Boo ook een keer wat gewonnen. Precies. En straks gaat hij al zijn coins verliezen omdat ik die Electric Boogaloo voor hem ga plaatsen. Hoop ik. Moet hij niet te hoog gooien. Even laag gooien. Nou. Wat voor haar? Nou. Oeh, gaat hij kopen? Ja, gaat kopen. Dan weet ik niet of ik... Oeh, dan weet ik niet of ik hem kan naaien. Jawel, dat kan jij. Oh, hij komt al op een space. Oh, hij komt ook op een ding. Oh, hij heeft 1 orb. Volgens mij is dat orperigs. Iets orperigs. Ja, zie je? Het is wel orbing. Je krijgt gewoon... Oh nee, deze krijgt die orb. Oh, hij is ook helemaal niet van jou. Jij bent natuurlijk ook helemaal geen Daisy. Hij is van Daisy, ja. Hé, maar Munty, hoe blij ben jij dat Daisy in Wonder zit? Want jij bent wel zo'n Daisy fan, volgens mij. Ik weet ook dat je heel graag Daisy bij Strikers wou. Ik kan hem hier, maar dat is echt een... Ja, fuck it. Gewoon doen. Hopen dat hij niet... Of straks heel weinig gooit en daarna veel, of dat hij veel gooit. 1. Je komt voor de star battelen met Daisy. Oh, ja. Maar als hij nou straks kat... Als hij nou straks kat? Nee, maar als hij nou straks 5 coins is, kijk, dan wil ik wel in die loop blijven, zeg maar. Oh, dan moet ik alsnog 10 betalen om... Ah, dat... Misschien was... Oeh, misschien heb je gelijk. Misschien heb ik een fout gemaakt. Dit is niet normaal meer. Dit is wel niet normaal meer. Die heb ik zo net ook nog review of gedaan. Ja. Ja. 8 coins in de orb. Oh, maar dat is alleen met zo'n gele dan. Want met zo'n rode heb ik nooit coins in die orbs. Soms volgens mij is het gewoon. Oh, gaan we weer allemaal of? Ja, zeker. Oké, maar wie mag nu eerst? Sowieso deze eerst. En dan wie dan jij dan ik. Gewoon op volgorde van wanneer je aan de beurt bent. Ja. De kans dat het die nog een keer is wel klein.
Hoezo? Oh, omdat jij eerste staat. Oh, zo. Ik dacht van beurten dat je bedoelde. Ja, dat bedoelde ik ook. Ik wou sowieso toch voor die gaan. Maar dat maakt niet uit. Ik ben alsnog boos. Nee, valt wel mee. Gaat tussen ons. Heel ziek. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Dank je. Oh, ik hoop nu echt dat die ster 5 coins wordt zometeen. Ik ben verschrikkelijk woedend. Ik hoop het nu eigenlijk niet, echt. Ook aangezien ik 0 coins heb. Buurt bij elkaar geschild, maar deze zie ik ook in Super Mario Run, dus wel logisch, maar echt. Echt super high for Wonder. Ja, dat snap ik wel. Oh ja, oh, deze. De hardcore Parker. Hier ben ik slecht in. Dit wordt nog wat. Ik ben zeer benieuwd met deze controle. Het is vooral. Oh ja, dat bedoel ik. Hij sprong niet. Is A wel springen? Ja, A is wel springen. Het probleem met deze is altijd. Oh, oké. Okay, ja, nu ben ik gewoon aan het kutten. Ik wil altijd te snel, zeg maar. Waardoor ik. Dat heb ik tenminste altijd bij Mario. Als ik Mario platformers. Hij springt niet! Sander! Ja, hallo, dat doe ik niet! Kutzooi. Ik ben echt aan het kutten, dat bedoel ik. Ik ben hier echt slecht in. Ja, waarom springt hij niet, maat? Oké, okay, dan komen we nu ook nog eens bij het moeilijkste gedeelte. Nee. Nee! Je gaat gewoon winnen hoor, zie ik al. Hij springt niet! Bro, je gaat gewoon winnen! Rusty, je mag zeker het volgende potje meedoen als we nog een volgend potje willen doen. Dat is nog even de vraag. Even kijken hoe laat het dan is. Aan de andere kant, ik hoef nergens te wezen morgen. Oh ja, wacht. Morgen wel. Hé, hey, ik heb niet gewonnen. Huh? Oh. Oh yeah, I won. Lekkering. Oh nee, man. Lekkering. Lekkering van Gaming is B. Lekkering is B. Lekkering is B. Dat slaat zeg maar op jou, Sander. Dat vind ik lief. 5. Dat is toch niet 5? Dat is wel niet 5. Wat een goede observatie, Milan. Is het nou wel niet 5? Het is niet 5 in ieder geval. Hij kan dan wel 1 ster kopen. Dat vind ik dan wel weer jammer. Nou, je hebt zo'n vuurtje, dan maak je hem helemaal kapot. Ik kan hem nog verder kapot maken. Nee. Nee. Heeft hij straks niks meer over. Ik kan hem beter kunnen bewaren. Maar goed, boeien. Nando en Paddy zijn gewoon niet aanwezig, hè, bij de stream. Hoe durf je? Ja, echt. Haters zijn het. Yo, ik heb 0 coins. Heb ik nu gewonnen? Oh nee, ik had dan 69 coins. Ik moet weer 69 coins hebben eigenlijk. Dan win ik. Hoeveel coins zit erin? Oh, bij jou zit er ook niks in. Nee, soms word je genaaid en soms niet. Ja, die kutorbs. Haat ze. Dan moet je straks geen 1 gooien, Milan. Ik doe mijn best. Behalve als het Bowser's Revolution is, want dan is het communisme, dat is altijd goed. Wat zeg jij nou weer? was een joker, rustig. Is joker dood? Ja, Joke is wel dood, volgens mij. De star shirt. Nee, wat gaat dit nou? Ja, ze kan volgens mij een star in 3 sterren. Oh, wee, ja. Oh, wee. Oh, dit is van een intro momentje. Dit weet ik nog. Ja, dit is van een intro momentje. Toen werd ik heel boos. Dit kan je niet bijhouden, dit is gewoon leuk. Nee, dat weet ik. Maar ik weet wel dat toen iemand kreeg me, toen werd ik heel boos. Omdat ik was niet mee eens. Wanneer? Omdat het luck is. Dit spel. Oh. Hoe dan?
Oh, dit Jezus. Spel. Ik wou zeggen, nu wil ik ook daar naartoe. Maar als ik daar naartoe ga, dan kies ik sowieso de verkeerde, zeg maar. Oh, bodybuilder. Kijk, that sounds like me. Zeker, Inksander. Oh, deze is leuk. Ja, deze is wel leuk, ja. Deze is wel leuk. Brik, bap, bap. Ik ben een robot. Ik ben een robot. Yo. Oh, dit is best moeilijk. Ja, en dan zit je ook nog met zo'n loser, boy. Hij deed niet eens zijn best. Ik wel. Lekker ring. Van gaming is bij. Ja, precies. Huh? Je booming! Lekker, lekker. Die was wel ziek. Een robot. En een robot. Die poep, bap. Weet je dat jouw robot gisteren om 5 uur werd gebeld om te skaten bij het skatebaan vlakbij de stad? Ja, ik dacht het al.